Het is de week van de veiligheid. Het gaat daarin bijvoorbeeld over online veiligheid, maar ook veiligheid op straat beslaat een groot gedeelte van het programma. En daarom vragen wij vandaag, hoe veilig voel jij je in Breda? Nee, onveilig niet. Maar ik moet wel zeggen, ik ben altijd wel oplettend van wat er om mij heen gebeurt. En ik moet zeggen, ik zoek het ook niet op. En nee, ik voel me eigenlijk niet onveilig op straat. Ja, maar dat hangt er vanaf waar ik ben en op welk tijdstip. Nou, daar hadden we net over. Toen we hier zo, ik ben nog nooit in Breda geweest. Voor mij was het eerst, ik vond het heel mooi, open hier. En wat ons weer opviel is dat de zebrapaden door steeds meer mensen ook als zodanig worden benaderd eigenlijk. We stonden er verbaasd van, zo'n drukke weg. En als zo al 10 meter, dan blijf je stop. Nee, eigenlijk vrij weinig. Binnen Breda eigenlijk niet. Nou, sowieso niet echt eigenlijk. Want ja, 's nachts als ik dan op straat ben, dan is het meestal dat er heel veel mensen op straat zijn op vrijdagavond of dat soort dingen. Tuurlijk, 's avonds laat en donker, dan kom ik lang niet meer overal. En mijn broer zei zelf zo dat als hij bij een zebrapad staat en hij wil nog niet oversteken, dan gaat hij met zijn rug er naartoe staan. Dat vond ik heel handig. Dat is België dus, hè? Ja, maar dat hoort ook België. België is voor beesten. Dan kun je langs de A2 gaan staan en werkelijk iedereen stopt. Ik vind het ongelooflijk. Dus ga ik met de rug, als ik niet oversteken, met de rug naar het punt staan om de mensen niet in verleiding te brengen om te gaan stoppen. Die zijn eigenlijk gewoon doorfietsen of doorlopen. En als er iets gezegd wordt, ja, gewoon niet op ingaan en gewoon negeren. Never. I come from Sicily. And there, I mean, the level of the safety is a really low respect from here. I mean, here whenever I walk around the street, I feel super safe. The people smile at me when I look at them. Ja, dan loop of fiets ik een andere route waarvan ik weet dat die in de bebouwde kom is. Ja, en in een veilig stuk. Ja. Nee, nou, volgens mij de stad is nou, 7 minuten of zo. En echt door de, en zeg maar, ik hoef niet naar het buitengebied of wat dan ook. Dus ik blijf al redelijk binnen het centrum. Dus ik ga niet s'avonds door het park lopen, om iets te noemen. Nee. En dat heb je vaak in een wat centrum, waar wat kleinere straten zijn en zo. Stoplichten doe ik niet aan. En ik steek over. Dat je bijna zegt, je bent stom als je blijft wachten, want er is helemaal geen verkeer hier. Ja, misschien meer aangeven wat veilige routes zijn. Want ik zoek het dan zelf uit. Maar het zou fijn zijn als er een website zou zijn waarop zou staan van, nou, als je dat traject moet afleggen, dan is dat een veilige route. In Sicily, if you look at people for more than 2 seconds, they're gonna ask you, what the fuck you looking at? So my average of safety around the street, it's here, it's really, really, I mean, it's perfect here. Ja, maar ook als er meer verlichting zou zijn, zou ik toch sommige routes niet nemen. Ja, ik woon ook in het centrum, dus ik kom eigenlijk niks tegen. Dus nee, maar vooral Breda ook. Ik heb er zelf nog nooit meegemaakt. Misschien als vrouw zijn heb je dat wel, maar